De eerste doorloop vandaag met orkest. Ja. En ja, dat is voor de kinderen natuurlijk heel erg winnen en voor de cast ook. Want de tempo's verschillen natuurlijk nog een heel klein beetje. We moeten allemaal een beetje op gang komen. Maar ja, voor de eerste keer voor een genieten onverdienstelijk gewoon. Tot nu toe hebben we alleen maar met de muziekbanden geoefend, omdat iedereen zijn partij eerst aangeleerd moest krijgen, de zangpartij. Daarna moest de dans nog eens aangeleerd worden en dan moet iedereen precies weten op welk stukje van de muziek een pasje moet komen. En op het moment dat we dat weten, dan pas kunnen we met orkest, zodat iedereen de zekerheid heeft, nu mogen het samen. En het orkest moet natuurlijk ook eerst de partituren allemaal gekend hebben, dus anders gaat het niet. Dit is eigenlijk een uitgezeuk ensemble. Zoals we kunnen zeggen, op auditiebasis. En ik heb nog geen ene musical met deze gezelschap gedaan waarbij het orkest hetzelfde was. Dus het wordt elke keer aangepast aan de musical Devil's Peulen. Er wordt gekeken wat we voor nu doen. En dan gaan we op zoek naar goede muzikanten die ons daarbij kunnen ondersteunen. Maastricht folk theater, it's always enthusiastic, it's always always new project, it is something special, something new. And of course you start adapting people to new characters, to new performance, to new feeling of it. But in this time we have an extra challenge, because we have, as you saw, kids. And kids is very special workers. Let's say workers, well, you can push kids to learn until they have fun. If kids stop having fun, you're done. So you have to be very careful with this thin line, how far you can push them. But they're doing well, and they're very open to learn, and they're really enthusiastic, and they try to do best. But we're still in process, we're still built up, so we will be there, how we always said with Peter to each other. My friend, we will be there. So that's a hope. Dit is Ferns. Hij speelt met in Luike. En hij speelt Blow Pups. Dat heet er nu nog niet, maar dat konden we hem wel maken. Niet echt natuurlijk. We gaan hem niet in Blow Pups houden. Maar we gaan hem kijken wie we dat met Schmien kunnen doen. Dus ja, wel spannend natuurlijk. Want ja, een hond, we hebben heel veel kinderen ook. Dus we gaan kijken wie dat... vandaag voor de eerste keer op de repetitie gaan. Dit is echt vet lastig. Dit is, maar dat is ook een heel grote uitdaging natuurlijk. Dit is totaal anders. Het is allereerst een gigantische bulk aan muziek. 2 uur lang muziek. Dat is al heel veel om dat überhaupt allemaal onder de knie te krijgen en in te studeren. En dan krijg je de functionaliteit. Want dat is in principe het geluid onder het beeld. Hè. Dus draai je bij de tv maar eens het geluid weg. En dan is de film lang niet meer zo spannend. Dus die functionaliteit, die interactie met wat op het podium gebeurt, ja, dat is dan eigenlijk nog eens de tweede helft die we moeten instuderen en ja, wat we onder de knie moeten krijgen. Ja.
Ik vind dat de solisten uitmuntend zijn dit keer. Zeker de kingertjes. Dat zijn echt gewoon ontzettend leuke kinger die goede stemmen hebben. En we hebben een ensemble, ja, dat lucht er niet om. Dat is ja, echt wel bij een profi ensemble, mag ik wel zeggen. Ja. Het is heel erg opletten. Ook voor een orkest, kan ze niet indutten. Er moest eigenlijk ja, zo'n 2,5 uur moest op de punt van de stoel zitten. En zeker als we iedere avond spelen, is dat ja, best wel eens pittig om vol te moeten houden. I try to always see what people capable to do and not pushing them over line so they look on stage good. Because sometimes if you can make difficulty, but this will look not nice on stage. So you have to see level of people, what they're capable to do. Of course, I push in every production more up and up. But yeah, that's the, you have to work just with people, what they can do. That's reality, as simple as that. But it's going very well so far. We still build up. We still have to fix many things, but we will be there.